Is het vierde boek over de Zeven Zussen en vertelt het verhaal van Sisi Dapliese. Ondanks de gevoelens van frustratie en eenzaamheid, reist Sisi naar Thailand en Australië om haar mysterieuze verleden te ontrafelen. Hier verdiept zij zich in de geschiedenis van de parelhandel en de Australische schilderkunst. Ook doet zij een fonkelende ontdekking over de sterrengroep van de Zeven Zussen. Heel leuk dat je luistert naar onze boekenkast. Nou, allemaal wat leuk. Dit wordt alweer onze vierde Zeven Zussen aflevering. Zeker, ik heb er heel veel zin in. Ik ook, hoe lang is nou de vorige geleden? Was het niet al bijna een half jaar terug? Ja, volgens mij zei je dat, had je dat laatst bekeken? En toen dacht ik, oh ja, de tijd gaat sneller dan we denken. Wow, ja. Maar nou. het uh, was ook wel echt een mooi boek hoor, vond ik deel 3 over Star. Ja, ik vond hem ook echt heel mooi. En echt weer totaal anders dan deel 4, Parel, van ja. vandaag. Klopt. Dus we zijn nu op de helft, hè, want er komt een achtste boek in ja, 2023. Toch een beetje schrijnend om nu uh, dit op te nemen in de wetenschap dat onze lieve, nou ja, niet dat we de kennen, maar uh, de mooie schrijfster Lucinda Riley is overleden. Uh, ook in de ja. wetenschap dat haar zoon dus het achtste boek gaat schrijven. Zo heftig. Zeker. Het, ja. En ook wel weer heel mooi dat hij dat dus gaat doen, dat hij die ja. missie gaat volbrengen en dat zij. Aan haar zoon blijkbaar alle ins en outs uh, overgebracht heeft. Uh, alle geheimen rondom die uh, pas salt. Ja, want daarin schijnen alle vragen beantwoord uh, te ja, worden. Hè? Precies. 08. Maar ja, dat toch een beetje wrang. Dat je dat dan gaat lezen in de wetenschap. Dat, dat, uh, ja, dat zij er niet ja. meer is. En dat we dat nu ook gaan bespreken. Dat ze er toen gewoon nog wel was. En, uh... Het voelt zo bizar. Want ja, inderdaad, wat je zegt. Ik ken haar natuurlijk helemaal niet. Maar nee. we hebben best wel intens die boeken gelezen. En ik heb best wel veel van haar interviews gekeken. En films van haar gezien, weet je wel. Dus dan heb je bijna het gevoel dat je iemand soort van kent, maar is natuurlijk niet zo, maar nee, en ik ook krijg, ja. ja, ook door al haar verhalen dat ze dat Precies. zoveel mensen ervan genoten hebben ja. en dat het zo'n ja, impact heeft gehad op uh... Op lezers en dat zoveel verkocht is, dat je. ja, dat, 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 is, dat is het herlezen waard. En dat is het, echt het ongekend. Want ik, ja. ik las inderdaad ook dat de uitgever zei van hè, sommige, zeg maar, literatuurcritici doen soms een beetje schamper over de zeven zussen. Van nou, hè, wat, wat is het nou helemaal? Maar ze heeft gewoon nou iets van 30 miljoen boeken verkocht wereldwijd. En ze heeft ook heel veel, bij heel veel mensen die niet zo van lezen, hielden dat wel geactiveerd van wel te gaan lezen. En dat, dat schijnt ze echt wel. Ja, Bewerkstelligd heb met haar boeken. Precies. En ik denk ook, natuurlijk, literatuur is belangrijk. En je hebt echt mooie litera literaire werken van schrijvers die daar prijzen voor hebben gekregen. Maar ik vind een boek mag net zo goed gelezen worden om te kunnen ontspannen. En een uitvlucht te kunnen bieden naar een andere wereld waar je nog niet zoveel van weet. En gewoon te kunnen genieten van een mooi romantisch verhaal. Met personen die zich ontwikkelen op allerlei vlakken. En dat hoeft dan niet meteen te betekenen... dat het daarom een slecht boek is of zo. Zeker niet als er 30 miljoen van verkocht zijn. Nee, ongelooflijk. Dat, dat is dan niet waard om er zo negatief over nee. te doen. En dat je, ja, maar ik zat ook in de auto, ik weet nog, ik kreeg een appje voor jou en ik zag dat artikel en, ja, en daar stond ook, je zei, ja, ik moet hier echt even van bij komen, moet het echt even laten bezinken. Ja. Want ja, bijna niemand wist natuurlijk dat zij zo ziek was. Nee, en volgens ik dacht mij ook dat, dat het een slechte uh, grap was of zo. Ik denk, wat is dit? Dit kan niet nee. gewoon. Ja, maar ik ja, weet ja, ook nog heel ga? goed toen ik eraan begon, want uh, ja, ik ben dan zeg maar ook lid van een andere bibliotheek, maar daar vond ik de voorlezer niet zo fijn van het eerste deel. Oh ja. En uh, toen kwam op een gegeven moment deel 1 uit bij Storytel en dat vond ik wel een hele fijne voorlezer gewoon een rustige stem en uh, ik weet niet ik vond de de flaptekst nog niet meteen dat ik dacht van hmm, oké okay. want het ging ook over ja, Rio de Janeiro de Janeiro en en uh, dus Maya en ik dacht wat is dit voor iets geks maar ik werd er wel meteen ja het klinkt heel overdreven maar een beetje door betoverd en in meegenomen en uh, dat is goed gelukt zeker en en ik had het echt niet verwacht het was veel mooier dan, uh, ja, dan ik van tevoren dacht. En um, ik vond ook haar andere boeken heel mooi. Dus wat jij ja, zegt... Ja, de Nachtroos vond jij ook heel mooi, toch? Zeker. Ja, absoluut. Ze heeft wel echt iets bewerkstelligd bij heel veel mensen. En dus ook bij mij. Terwijl ik hou heel erg van lezen. Maar ze heeft mij dus ook weten te raken op een bepaalde manier. Absoluut. En hoe mooi dat wij nu al... Weet je, het zijn ook best wel dikke boeken. En dat wij zoveel contact over die boeken hebben. Ik denk dat heel veel lezers dat hebben. Dat je echt het gaat delen. Ja. En gewoon, ze is ook in zo ontzettend veel landen geweest voor al die ja. boeken. Dat is ook wel oh, heel haar gaaf. research. Het is niet zomaar dat ze even nee. wat gezocht heeft op Google. En toen dacht, nou joh, daar schrijf je even over. Er zit zoveel werk in. En ook haar dankwoord aan het eind van de boeken. Zo gigantisch veel mensen die haar, ja. weet je wel. Zeker. Het is zo'n enorm project. En, um, maar wat je ook zegt, ja. is eigenlijk heel bijzonder. Want het zijn hele dikke boeken. Echt iets van 17 uur of 19 uur. Het boek over Elektra is zelfs 25 uur. Oh, wow. Dat mensen dat gelezen hebben, die eigenlijk helemaal niet zo van lezen houden. Ja, maar die wel gewoon dat soort dikke boeken lezen omdat ze het zo mooi verhaal. Nou, dan doe je het toch als schrijver, ook al ben je misschien hè, niet van de literaire werken, doe je toch iets heel goed, denk het, ik. Absoluut, het is best wel toegankelijk. En ik, ik kan me vinden in sommige mensen die zeggen: ja, het is soms een beetje zoetsappig Het ja. is wel een liefdesverhaal, ja. maar zeker ik van dit boek was ik heel erg fan van. En het, ja. er zitten gewoon mysteries in, er zitten heel veel in over historie. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dit boek, De Parelvisserij in Broome in Australië. Nou, ik had er nog. Weinig over gehoord. Dus je leert ook echt wel wat dingen. Ik nog nooit. Ik wist nee. inderdaad wel dat een parel een zandkorrel is. Maar ja. uh, hoe dat dan precies uh, ontstaat: dat het eigenlijk een natuurlijk iets is. Maar dat het ook heel zelden voorkomt dat je er eentje vindt die dan ook nog echt een echte parel is. Ja. Uh, maar wat je zegt, ja, weet je. Laten we zoetsappigheid af en toe ook een beetje omarmen, hè? Wat is daar nou ik mis mee? Ik vind het best, ik heb een <laughs> beetje guilty pleasure misschien, Zeker. maar ik vind dat niet erg. Nee, ik ook niet. En je mag wel best een beetje wegdromen, toch? En ondertussen uh, historische feitjes opslaan die dan mooi verweven zijn in een uh, romantisch verhaal. En ook zo fijn dat je weer kan doorlezen in ja. een, een volgend deel. Dus Zeker. we gaan wel een beetje in een zwart gat vallen denk ik na deel 8, maar goed, dat zolang is het nog uh, zover is nog lang niet gelukkig. Nee. En nou ja, ik ga het waarschijnlijk aan het einde weer zeggen. Maar ik verheug me al heel erg op deel 5. Ik heb het natuurlijk al keer gelezen. Ja. Maar dat gaat zeker nog een tweede keer zijn. En um, ik vond dat ook echt een heel mooi deel. Dus ik ben heel benieuwd wat jij daarvan gaat vinden. Maan is dat toch? Maan, zeker. Ja. En gewoon weer een heel ander karakter dan Sissi. Ik vind Sissi wat stoerder, wat meer vrijgevochten. Maar ja, zoals de titel ook al zei. En ik, ik zei dus in deel 3. Ik weet echt niet meer zo goed waar het op sloeg. Dat het nou parel heette. Maar nu dacht ik, ja, natuurlijk. Want een parel is aan de buitenkant. Ook niet meteen uh, zo mooi als het van binnen is. Die moet uh, bewerkt worden en uh, gepolijst en geveld. Totdat je uiteindelijk de echte parel ziet. En dat was bij Sisi natuurlijk ook zo. Want Super van binnen... mooi symbolisch. Ja, ja, is ze heel mooi. En eigenlijk van buiten misschien stoer en een beetje bot. Uh, maar ook haar onzekerheid. En uh, um, ja, de, de zelfvertrouwen waaraan het er ontbreekt. En uiteindelijk uh, bloeit ze helemaal op. Dus. Ja, want dat vind ik wel leuk aan dit boek, want eh, ik hoorde ook dat Lucinda Riley, dat zei in een filmpje, dat zij best wel bezorgd was voordat ze aan deel 4 begon, omdat ze zei, um, Sissy was een van de weinige zussen die best wel wat minder positief overkwam, een beetje bazig, dominant, uh, stug, maar ja, hoe vond jij Sissy in dit boek? Is dat in één zin te beantwoorden, want dat is uh, er is natuurlijk veel gebeurd? Ja, ik kan me wel echt vinden in wat jij zegt. Ik had ook voordat ik aan Star begon, een beetje mijn twijfels. Dat ik dacht: zo stil, muizig, verlegen persoon. En ik dacht dat ook een beetje over Cissie. Ja, zij vult het altijd maar in voor Star. Ze laat haar nooit uitpraten. Ze is altijd zo, ja, lomp en uh, baldadig. En uh, het echte tegenovergestelde van Star. Grappig hè, dat ze zo'n sterke band hebben, maar echt elkaar tegenpolen zijn. Ja, precies. En het feit dat zij zeg maar een beetje het andere uiterste was... maar ook niet zo uh, qua persoon bij mij zou passen of zo... dat maakte dan ook dat ik een beetje mijn, mijn twijfels had over Cici uh, Maar dan ga je dat lezen en dan wordt ze weer zo anders neergezet... en dan kom je ook echt een beetje te weten waarom ze doet wat ze doet... en hoe ze denkt en hoe dat komt, dat ze eigenlijk ook gewoon best wel onzeker is... En, uh, ja, altijd maar probeert het beste te doen. En ook het gevoel heeft dat Star haar verlaten heeft... en dat ze nu gelukkig is met haar man of met haar vriend. En um... schrijnend wel, hè? dat zij zich dus echt verlaten voelt. Terwijl het eigenlijk zo'n ja. normale stap is, dat... Zeker, ja. En uh, weet je, Star aan de andere kant voelde zich ook af en toe weer onbegrepen... door Sissi, of niet gehoord, of uh, compleet voorbijgelopen, zeg maar. Omdat Sissi een beetje er zin aan het uh, doordrukken was. Maar Sissi in haar kant wilde dan weer uh, het beste doen voor Star... en ja, weet je, ze, ze begrepen elkaar gewoon af en toe even niet. En het is denk ik inderdaad, wat je zegt, ook heel goed dat ze een beetje loskwamen en hun eigen leven gingen leiden. Maar uh, Sisi wist op dat moment dan niet echt uh, ja, wat dat leven dan inhoudt en waar ze haar thuis kon vinden. Waar ze naartoe gaan. Ja, precies. Ja, dat vond ik ook wel uh, ja, een beetje een uh, verdrietig, uh, eenzaam verloren begin. Absoluut. Maar ja. ik kreeg daardoor wel veel meer sympathie voor Sisi. En ik vond hoe uh, de schrijver dat deed met Star ook heel knap. Dat je eerst een beetje denkt, ja, wat is dat voor type? Ik heb er volgens mij niet zoveel mee. Dat was een beetje over het algemeen het gevoel. Dat had ik ook bij Sisi. Maar uiteindelijk krijg je toch ook weer sympathie voor Sisi. En sluit je er in je hart om even op de ja. dramatische toe te gaan. Nee, maar zeker. Dat is toch super ja, knap van Lucinda. Dat zij zo'n ander persoon weer kan schetsen. En Klopt. Um, ik denk eigenlijk echt dat Parel tot nu toe mijn favoriet wel is. Wauw. Want ik, ja, ik vond Sisi gewoon inderdaad een beetje moeilijk te doorgronden, maar toen ik dit boek ben gaan lezen, klinkt heel gek, maar sommige dingetjes kon ik me ook wel weer een beetje herkennen, dat je eigenlijk wel onzeker kan zijn over bepaalde dingen en je daardoor misschien soms wat feller uit of, of dat je ja, heel erg twijfelt aan jezelf. Ja. Dat had zij dus ook best wel. Ik twijfel, hè? Wat je zegt. Ja. Dat, dat merkte ze heel erg. Dat ze werd verscheurd door allerlei dingen. Dat ze het ook heel lastig vond om keuzes te maken. Maar dat ze ook weer uh, te maken krijgt met, met, met vriendschappen die ze aangaat en mensen die ze leert kennen. Um, dus dat ze langzaam ook een beetje ontdooit. Maar wat mooi ja. dat jij uh, ook zegt: van ik herken wel een aantal dingetjes van haar. Ja, sommige stukjes. Dat soms een beetje. Um... Ik, ja, zij was dan misschien soms echt wel wat feller. Kan misschien ook wel zijn hoor. Maar dat je inderdaad door juist omdat je, uh, je heel veel een, een belangrijke relatie hebt. Zij, bijvoorbeeld met Star en ik met, met vriendinnen. Dan wil je eigenlijk altijd andere mensen beschermen. Maar ze was zelf ook gewoon een beetje zoeken. Van ja, wat wil ik zelf eigenlijk? Waar ben ik zelf goed in? En ik denk ja. dat dat. Dat je soms een beetje het geloof in jezelf kwijtraakt. Dat klinkt nu heel, uh, heel heftig. Maar omdat zij echt. Ze was op die kunstacademie... Ze kregen eigenlijk alleen maar voor haar gevoel hè? negatieve feedback van alle docenten en um, ja dat je gewoon heel erg gaat nadenken over nou wie ben ik eigenlijk wat wil ik eigenlijk en dat is wel mooi want het is letterlijk een reis een zoektocht naar jezelf die ze ja. gaat maken ja Um, en ze voelde zich ook ja. altijd een beetje dom hè, door de dyslexie, terwijl dat natuurlijk helemaal niks ja. van doen heeft met je intelligentie. Nee, dat had ze ook van, ja, ik kan geen boeken lezen, geen kranten, nee. maar ja, hartstikke logisch, want het is voor haar heel moeilijk om uh, Tuurlijk. om dan iets te lezen. Het schijnt ook dat haar sms'jes dus ook, uh, dat Lucinda Wiley ja. met iemand heeft samengewerkt ja. die weet hoe je dan schrijft als dyslectische persoon. Ja. Dus daar is ook over nagedacht. En um, misschien wel leuk om even te beginnen met een stukje uit de brief van Paasald aan Sissi. Ja, of even heel kort. Het gaat dus over zeven zussen die. Oh ja, tenminste als je nog niet kent. Zes zussen, ja. uh, waarvan de zevende afwezig is, die uh, middels een brief van hun adoptievader meer informatie krijgen over waar ze vandaan komen. En Hij wat is hun, overleden. Precies, wat, wat hun uh, afkomst is. Uh, nou, het begint eigenlijk allemaal een beetje op een, op een ander moment in hun leven, heb ik het idee. Uh, want uh, bij Maya begon het uh, dat ze eigenlijk werd uh, hè, gebeld en dat er wat was en dat ze naar dat huis ging. Dat was in juli nog, zeg maar. Precies. En net nadat haar vader was overleden. Uh, ja. Bij Ellie begon het volgens mij het verhaal ietsje eerder. Ja, iets daarvoor, een paar dagen ervoor. Precies. Uh, bij Star uh, was het meer na afloop dat ze terugdacht aan hoe dat was. Ja. Uh, bij Sisi. Cici... Is het echt alweer een aantal maanden later? Dat is eigenlijk verder waar Star eindigt, waar Shadow ja. eindigt, gaat de verder. Klopt, want in, in december uh, dat jaar. dan uh, stapt zij op een vliegtuig en uh, ja, gaat ze eigenlijk weg. Daar begint het mee. En dan begint ze een beetje terug te denken aan. Uh, waar ze was en wat ze deed toen ze hoorde dat ze precies. Was een verleden precies en dat vind ik ja. ook eigenlijk wel heel mooi dat het verhaal zo begint ja ik weet niet ik hou daarvan gewoon hoe ze dat beschrijft dan uit verschillende standpunten heel knap heel knap uh, ja. en echt weer totaal ander verhaal precies en ze krijgen dus allemaal een brief een afscheidsbrief en er is dus zo'n armelarium in hun uh, tuin bij Atlantis het sprookjesachtige kasteel met coördinaten en Sissi heeft dus haar coördinaten en een citaat over haar persoon, ja. persoonlijkheid eigenlijk. En, en um, de coördinaten verwijzen naar de plek waar precies. ze geboren is of wat iets van doen heeft met haar familie. Precies. En dat kunnen we denk ik wel gewoon zeggen. Zij gaat dan naar Australië, maar ze begint in Zuid-Thailand ja. in Rabi. Nou, ik heb het ergens staan, de naam, daar komen we zo nog op. Maar Krabi was het, geloof ik. Of was het niet iets en, van Rayleigh really Beach of zo? Ja, Rayleigh really Beach, daar ontmoet ja. ze dus die Ace. Die, ja. uh, dat is echt een uh, blijkbaar een strand wat helemaal afgelegen is. Dus allemaal kalken, uh, kliffen of zo. Ja. En ze gaat dus ook naar zo'n strand van Pranang. Nou, ja. het schijnt dus ook dat de, de schrijfster daar echt hele mooie herinneringen aan heeft met haar familie. Dat ze oh, daar... Wow. Dat is echt leuk, hè? dat is echt het kijkje ja. waard. Op haar website heb je allemaal ook... Nou ja, foto's en verhalen van haar, dat zij daar heeft gezongen met vissen en dat ze bepaalde stranden is geweest. Dus dat lijkt me ja. ook een feest voor haar om te schrijven. Maar hoe vet dat je dat gewoon naar daar allemaal naar die plekken toe kan gaan. Ja. Om gewoon even research te doen. Precies. Ik bedoel, dan moet je ook maar de middelen en de mogelijkheden hebben ja. natuurlijk. Maar ja, zo bizar. En ook dat ze in die Outback en in die Never Never, of wat is het, ja, uh, Australië en Alice, Alice Alice Springs, Alice Springs is geweest. Dat, ze, dat is gewoon hartstikke heet daar. Het is helemaal niet. Ongelooflijk, niks. ja, het schijnt <laughs> dat zij er zelf dus echt in het regenseizoen is geweest. De oh, Big yeah. wet zeg maar. Ja. En dat ze, nou ja, dat, ze, ja, dat ze daar heeft rondgereisd, wel samengelopen met haar schoonzus of zo. Oh, ja. En uh, dat ze echt kennis heeft gemaakt met het land. En het leuke is, daar komen ze ook nog wel op dat ze daar dus heeft ontdekt dat bij de Aboriginals, de Zeven Zussen heel belangrijk zijn ja. in de mythe en legende. Maar dat kwam ook weer een beetje terug in dat boek, toch? Dat ja. uh, iemand daar weer over vertelt. Dus dat, dat is voor haar natuurlijk ook een heel uh, positieve bijkomstigheid. Dat paste heel mooi in Dat is heel mooi. Die Pleiaden kwamen weer heel, heel uh, mooi ja. terug. Want je hebt dus inderdaad en de gelijkenis... tussen de zeven zussen en de mythe en legende... maar je hebt dan ook weer de, de sterren... het sterren... hoe zeg je dat? Sterrengesternte? Het gesternte. Het gesternte? Ja, het gewoon het gesterkte. Ja. <laughs> daar, daar zijn dus ook overeenkomsten mee. Want het schijnt dus ook dat Sisi of Siliano, eigenlijk de ster, dat die wat minder helder schijnt. Ja. En, maar um... dat ze wel heel krachtig is. Of wat zei die vader altijd? Want ze, ze vond zichzelf altijd maar zo klein en heel onzichtbaar. En dan, wat, ze, wat zei hij dan? Uh... Ja, ja, dat hij wel, dat zij was volgens mij wel samen met, met Asterop Inderdaad, ja. dat was ook zo'n hele mooie scène: dat ze dan samen met Paas naar gaat ja. kijken naar die sterren. Dat vond ik ook wel uh, ongelooflijk. Zeker. Van ja, maar je ziet mijn ster bijna niet. Ze dus zei die, ja, maar jouw uh, ster is wel heel krachtig. Ja, zoiets. Dat je wel heel ja. krachtig bent, dat je denkt, je ja. kan dingen zo mooi omdraaien, zeg maar. Precies. En dat geldt ook uh, <laughs> over Cissie, gewoon. Zeker. En um, ja, ze gaat dus eerst naar Thailand en Australië. En we hebben heel veel te bespreken. Want er is ook nog een historische verhaallijn natuurlijk. Want ze gaat op zoek naar haar roots. Dus dan lees je ook. Hoe dat allemaal is begonnen. Met haar voorouders. Met haar voorouders. En wij laten hadden... We... Ja, sorry. Ja. Wat wilde je zeggen? Wij hadden samen een klein stukje <laughs> uitgekozen uit het boek. Omdat we dachten, dit vonden we wel een mooi typerend stukje over ja. Sissi. Want zij gaat dus, uh, nou ja, volgens mij ergens hoog in een boom in de tuin van Atlantis. Gaat ze die brief openen van haar Het is echt een beetje een buitenmeisjes. Waar stel er heel de... Vrouwelijke kanten ja. laat zien. En Sissy zie zie gewoon best wel. Er staat ook gedrongen, uh, stoer. Ze houdt van rotsklimmen, duiken. buitenactiviteiten doen in bomen klimmen. Ze was vroeger ook nooit ziek. Terwijl Star heel vaak uh, ziek op bed lag. Gewoon dat het een beetje. Ja. Uh, ja, zwak immuunsysteem en zo. Je zit um, er, er ook helemaal voor je zo rond klimmen. Ja. En ook lekker met Thailand, Australië. Het is ook allemaal best wel wilder, woesternijen daar en zo. En ze voelt zich ook helemaal thuis in dat klimaat. Weet je wel? Uh, Star die lag dan heel rustig uh, in de zon een boekje te lezen. Ja, en zij smelt helemaal weg. Ja, en Sisi had helemaal geen last van de hitte. En die ging gewoon ja, lekker rotsklimmen precies. daar en uh, helpen. En. Um nou ja, vroeger al in bomen klimmen. Dus uh, ja, het, het stukje uit de brief van pa Salt, uh, die ze dus gaat lezen in die boom. Ja. Uh, ja, wij vonden dat het haar ook best wel typeert. En uh, we vonden het gewoon een heel lief stukje. Blijft toch elke keer wel. Je weet dat het gaat dochter. komen, maar het ja. blijft toch wel ontroerd om te lezen dat je denkt, je, je verplaatst je helemaal in van wauw, dit zou maar je echt een brief van je vader zijn. Dat is ja. natuurlijk super heftig. Zeker. En hij is ook zo plotseling verdwenen. Dat is natuurlijk een beetje mysterieus. Ja. Zeker. Laten we hopen dat we daar toch ooit nog uh, Ooit En We moeten nog twee jaar wachten volgens mij toch? 2023 kwam het uit. Ja, oh, dat dat is wel ja. lang, zeg. Hmm. Maar ja, we zijn al heel blij dat er nog een boek überhaupt komt. Zeker. En we kunnen de komende maanden nog uh, deel 5 ja. en deel 6 doen. Ja, precies. Ja, en deel 7. Ook al. Ik heb nog veel ja. te lezen. En dan, nou, we wow. hebben al 3D. Dat komt wel ja, goed. Dat en dan komt het kom precies goed. mooi uit in deel 8. Oké, nou, Sisi zit op Atlantis haar. Brief te openen. Atlantis, Meer van Genève, Zwitserland. Mijn lieve, lieve Susie. Ik weet dat het lezen van deze brief voor jou een hele worsteling is. Ik smeek je om het geduld op te brengen om hem helemaal uit te lezen. Ik zit er ook vast niet ver naast als ik denk dat je dit leest zonder te huilen. Want emoties zijn dingen die jij liever binnenhoudt. Toch weet ik maar al te goed dat jij een diep voelend mens bent. Ik weet zeker dat je je sterk hebt gehouden voor Star. Jullie kwamen nog geen zes maanden na elkaar op Atlantis en ik vond het mooi om te zien hoe jij haar altijd beschermde. Jij bent iemand die net als ik diep en intens lief heeft. Een woordje van advies van iemand die het kan weten. Zorg dat dat niet ten koste gaat van jezelf. Wees niet bang om los te laten als de tijd daar is. De band die jij met je zus hebt is diep en onverbrekelijk. Vertrouw erop. Nou ja, dat uh, staat best wel symbool ja, voor Sissy. Ja, want eigenlijk heeft zij al voorzien dat ze elkaar toch uiteindelijk een beetje los moeten gaan laten. Maar ja. dat het niet betekent dat het afscheid voor eeuwig is. Nee. En nou ja, hè, ze gaat naar Australië om uh, te onderzoeken uh, welke link zij heeft met uh, twee mannen die op een foto staan. Die bij de brief uh, zitten ingesloten. Ja. Um, maar ja, Australië heeft ze ook al die tijd, ze heeft heel veel rondgereisd met haar zus, maar al die tijd een beetje ontlopen. Ze wilde maar niet naar dat uh, land, continent gaan. Um, maar Australië is natuurlijk ook niet echt om de hoek. Dus uiteindelijk nee. gaat ze toch heel ver weg om uh, ja, een beetje uit te vinden waar haar toekomst ligt. En dat vind ik ook wel leuk aan dit boek: dat we even een tussenstopje maken in Thailand. Ja, um, heerlijk. Ja, ik vind Thailand ook echt wel leuk. En daar ja. is ze ook vaak geweest met Star. En dat is dan toch even een veilige tussenhaven, dat snap ik wel. Ja. En, um, nou, er gebeurt echt heel veel in dit verhaal, maar ik ben toch wel benieuwd. In Thailand, los van alle mooie landschappen die worden beschreven, en de stranden en de hitte en dat soort dingen, hè, Sissy ook nog, is ook nog best wel een beetje aan de bijkomen. Ze voelt zich best wel eenzaam en, nou ja, ze sluit zich volledig af van de buitenwereld. Hoe vond jij die verhaallijn met Ace, de mysterieuze man Ace? Ja, wat je zegt, mysterieus, een beetje eigenaardig. Ze slaapt. Uh... Veel buiten, dat vindt ze fijn. En uh, dan wordt ze wakker gemaakt door gekriebel in haar gezicht. Het lijkt Zand te zijn dat opwaait. omdat er een mysterieuze man. voorbij haar plekje komt lopen. die de zonsopkomst. Uh, opgang, zonsopgang. ja, vanaf uh, de zee. Uh... Precies, wil uh, bewonderen. Ja. En op een gegeven moment leert ze hem. Uh, ja, toch een beetje kennen. per toeval, per ongeluk. Hij ziet haar, zij ziet hem, zeg maar. En hij is heel geheimzinnig. Hij wil niet zoveel van zichzelf prijsgeven. Maar. Nee. Um, Doordat het zo druk is in het hotel waar ze eerst sliep, biedt hij haar uiteindelijk een slaapplekje aan. Uh, ja, en dan groeien ze best wel snel uh, naar elkaar toe. Maar ik vind het wel heel mooi. Ze zijn allebei wel heel oprecht, merk ik. Ook, je merkt ook dan pas de oprechtheid van Sisi. Dat wel. Zij stelt zich wel helemaal open naar hem. Ja, en ze is ook gewoon heel eerlijk. Uh, ze zegt wat ze vindt. Uh, ze vindt hem volgens mij ook echt heel aardig. Ik weet niet of het nou meteen ook liefde is. Maar gewoon voor zolang het duurde hadden ze zeg maar een, een goede band met elkaar. Ja. Uh, maar hij is heel geheimzinnig, dus daar krijgt ze niet echt hoogte van. Ze weet ook niet wat er aan de hand is. Hij zegt ook een keer van nou, alleen Linda kent het ware verhaal. Allemaal een beetje geheimzinnig. Ja, gaat het mis met foto's die terechtkomen bij de media. En dan gaat zij ondertussen al door naar Australië. En dan blijkt dat hij, uh, ja, toch wat uh, dingen niet helemaal goed had gedaan. Zeker. En dat hij uh, ernstig wordt gezocht door allerlei uh, mensen. Ja, um, maar ik vond wel een hele mooie verhaallijn. Het was wel, ja, was een goed begin. Het was wel, het, 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 ja, het was aanpakkende. Wel... Precies. Maar. Ik dacht, waar gaat dit nog allemaal naartoe? Ja. En komt eens nog terug in haar leven? Dat was vooral ja, wat ik dacht. Maar vond ik ook. Uiteindelijk maakt ze dan toch weer een hele andere die ook weer heel verrassend is. Ja. Dus dat is wel. Ik vond het wel echt mooi, eigenlijk. Ik vond het ook mooi. En ook omdat ze zei van ze had een beetje het gevoel dat hij bescherming nodig had, omdat hij een beetje stil en eenzaam was. En ze zeg, ja, ik trad weer een beetje in die rol die ze dan ook innam bij Star. Ja. En ik, ik vond het wel een beetje eigenaardig. Want ze vond hem dan in het begin hmm. omschreef ze hem als de weerwolf of de wolf, weet ik veel precies, ja. omdat hij een beetje opvallend uiterlijk had, maar wel gewoon aantrekkelijk, denk ik. Maar dan krijgen ze toch een soort van onstuimige liefdesrelatie. <laughs> zeg ja. maar. Mm -hmm. En op zich is dat helemaal. Prima, maar ik had gewoon niet heel erg vanuit haar het gevoel. Want soms heb je in de zevende ook wel eens: dat er dan al vanaf het eerste moment een vonkje spanning in de lucht hangt. Nee, en dat, dat had, had ik bij niet. hun niet. Ik vond wel dat ze dat knap heeft beschreven. Want ja. het, weet je, het was zeg maar leuk voor zolang het duurde. Ja. Maar ik merkte wel tussen de regels door dat ik dacht: van nee, dit is volgens mij niet iets blijvends. Geen of zo. echte liefde nee. wat er van afspat. Nee. En maar misschien wel voor Sisi even net nodig om te zien. hé. Hey, Precies. Ik kan ook andere contacten. Volgens mij zegt ze dat later ook. Van ik, ik, was, ik voelde me gewoon heel eenzaam. En hij was er even toen ik hem nodig had. Ik denk, ja, ja dat is precies wat het was. Dus dat was ook verder geen, geen dramatisch iets. Dus dat ook, en Sissy is ook gewoon lekker nuchter daarin. En um, wat ook wel weer. Ze zei ook iets van ja. Oh nou ja, ik kan zelfs met eens geen vriendschap onderhouden, want hij is heel kwaad op haar omdat zij dus nou ja fout heeft gemaakt met die foto's in de media. En dan ja. zegt ze, kan ik wel vriendschap onderhouden? Maar dat is ook heel zielig, want het was haar fout. Nee, helemaal niet. die nee. Uh, die hotel of die, die poof dat, die zo poof. die gekke bewaker. Die bewaker heeft haar gewoon genaaid met dit extra kopie van de foto's. En ik was wel, dat vind ik wel weer knap van Lissinder Wiley. Sommige mensen kunnen misschien zeggen: het is een beetje voorspelbaar. Maar ik had echt wel: wat heeft hij eens gedaan? Wat is er met ja. hem aan de hand? Ik wilde het wel weten. Ja, ja, nee, dat had ik ook toen ik hem de eerste keer las. Ik, uh, ja, ik, ik was ook echt heel benieuwd. En ik vond ook wel echt verrassend hoe uh, haar leven weer. Ja, een andere wending nam wat betreft uh, ja, op relationeel gebied, als je snapt wat ik bedoel. Ja, want ze kwam dus in Australië op een gegeven moment, ging ze daarheen en ze ontmoette daar dus Chrissy, die we laatst zeker nog zullen horen. Ja, want wat we misschien nog even kunnen zeggen is dat er dus een foto bij de brief zat waar twee mannen op staan. Ja. En dat ze uiteindelijk wel wist van ik moet naar uh, Australië. Naar Broome volgens naar mij. Broome, want de haar coördinator verwees daar ook naartoe. En haar vader ja. zei, had ook in die brief gezet, ga op zoek, of ga op onderzoek uit naar het leven en de achtergrond van ene Kitty Mercer volgens mij. Ja. Ja. Uh, dus ze heeft wel een duidelijke missie. Waar het in andere delen nog wel eens een beetje vaag was en dat ze niet helemaal wisten waar ze nou moesten beginnen, had zij, vond ik, wel hele duidelijke aanwijzingen. Ja, uh, maar je merkt ook dat ze wel echt het lastiger heeft om onderzoek uh, te doen naar, naar mensen, omdat ze gewoon heel lastig uh, grote stukken tekst snel kan begrijpen. Dus ze doet heel veel met afbeeldingen Um, ja, uiteindelijk vindt ze wel een, een boek over Kitty Mercer. En dan... Dat krijgt ze dus van die Ace. Dat is wel leuk. Want die verhalen begint best wel vroeg al van Kitty. Ja, ja. Klopt. Hij gaat het haar voorlezen. Zogemaakt. Ja, want dus dan zegt ze tegen hem: van, de, Uiteindelijk is ze daar wel eerlijk over dat ze dyslectisch is en uh, schaamt ze zich ervoor. Maar hij doet er helemaal niet moeilijk over. Hij slaat het boek open en gaat het ervoor lezen. Dus dat vond ik ook heel mooi. Dat vond ik ook heel mooi. En ja. Uh, wat ik het leuke vind aan de zeven zussenboeken is dat je leest dus en over de, de zus, maar je leest dus ook over de vrouw uit het historische verleden. En je leest in dit geval zeker gewoon vanaf Kitty Meurser. dat ze dus, nou hoe oud was toen het verhaal begon? 18. 18? Ja. Tot echt dat ze midden 60, 60. is. Zoiets. Dus je leest haar hele, het zijn bijna twee boeken in één eigenlijk. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Het, het verhaal over Kitty is wel echt best wel... Omvangrijk. Dus ja. daar kunnen we ook zeker niet alles over loslaten. Nee. Is ook maar goed, want je moet natuurlijk zelf uh, lekker Precies. alles lezen. Maar sorry, jij was al in Australië aanbeland en daar ontmoet ze inderdaad bij de toeristenbalie Chrissy al. Ja, dat vind ik ook echt een leuk karakter. Wat vond jij van haar? Als persoon? Ja, ik vond haar best wel sterk en grappig en ik, ik zag gelijk een heel sympathiek, vrolijk ja. iemand voor me die heel kordaat ook. En ook mooi dat dat ja. het weer, ik bedoel, ik zeg niet dat het alleen maar over beperkingen moet gaan, maar dat ze dat gewoon in het verhaal verweeft als iets dat even ja. voorbij komt waar maar verder. Ja, precies. Niet heel veel aandacht aan besteed hoeft te worden. Maar wat er gewoon even is. Um, maar die ja, nonchalante manier van doen of zo, dat mag ik wel. Er hoeft ook niet altijd een heel ding van gemaakt te worden. Nee, maar er moet wel natuurlijk. Ja, begrip zijn of zo uh, van elkaar. En dat, dat, dat heeft ze voor haar en andersom ook. Dus het, er ontstaat wel, denk ik, vrij snel een soort van ja, ongedwongen... Ja. vriendschap, contact ja, heel met, mooi. met haar. Ja. En, en Sissy, ja, je merkt ook wel dat het er echt een beetje raakt of zo. Dat ze dat wel heel fijn vindt. Ja, en dat Chris gelijk heel veel voor de over heeft. En ik weet nou niet of dat het zozeer is, maar ze ziet op een gegeven moment dat, nou ja, dat Chris hier een kunstbeen heeft gedeeltelijk. En ik weet nou niet of dat het helemaal is, maar dan wordt Sissy een beetje wakker geschud van hé, hey, je kan gewoon hartstikke veel bereiken. Ook al heb ja. je misschien een bepaalde beperking, iedereen. En dan gaat ze ook wel echt uh, Ja, ze voelt bewondering voor haar. Ja, precies. En daardoor gaat ze ook naar zichzelf kijken: van oké, okay, maar als uh, zij dat kan, dan kan ik dat ook. En uh, ja, lastig om nu een beetje een, een rode draad te vinden. Ja, maar... nou ja, ik ben wel... Uh, zij, op een gegeven moment, zei, zij heeft dus dat audioboek over de Kitty Meurs. Want ja. dat gaat ze ook luisteren en lezen. Dus zo'n stukje bij beetje. Hè, eerst weet je helemaal niet wat hun link is. Um, maar... maar... Eventje, ja, we kunnen dus niet alles vertellen, maar hmm. in elk geval Kitty, die woont volgens mij eerst, als ik het goed zeg, in Schotland. Ja. Kitty McBride. Kitty McBride, een domineesfamilie. Ja. Ze is een, een dochter van een dominee. En die dominee, uh, die uh, neemt het niet zo nauw met uh, de regels. En met die, alle uh, Bijbelse. Uh, nee, precies. verplicht. Uh, heeft er ergens iemand. Uh, <laughs> Een baby bezorgd. Ja, en dat ziet uh, Kitty dan. En dat dus is gelijk weer een beetje zo'n zo drama dat ze eigenlijk weg moet uit haar gezin. Ja, en er is nog wel een of andere tante, een vriend, een ja. vriendin van de familie. En die moet toevallig toch naar Australië. Want uh, daar gaat ze familie bezoeken. En Kitty kan wel mee als haar. Nou, noem het kamermeisje, gouvernante. Zoiets. Ik heb geen idee. Maar die vader komt het natuurlijk allemaal heel goed uit. En Kitty heeft dat donders goed door. En die is eigenlijk heel boos. En, uh... het zijn ook wel vaak, maar dat is natuurlijk ook ja. leuk om over te lezen: rijke mensen. Zeker. En we gaan het ook uitgebreid nog over de Aboriginals hebben. Die zijn natuurlijk helemaal niet rijk, helaas. Die zijn heel slecht behandeld. Maar het zijn vaak wel toch kamermeisjes. Mensen met veel geld, luxe. Ja. Um, nou ja, Kitty zelf misschien niet eens per se, maar um, de Meursus waar ze heen gaat in Australië, volgens mij begint dat niet in Broome, maar dat begint ergens anders, in Adelaide, denk ik. Ja, klopt. Dus dat is weer iets heel anders. Maar ja. wat vond jij een beetje, misschien is dat lastig ook om even zo, maar wat vond jij een beetje van Kitty? Hoe zag je haar als karakter? Um, ja. Ze heeft Oeh. natuurlijk best wel sinds. begon vanaf 18. Daarom? Best wel een ontwikkeling doorgemaakt. Dat, dat is inderdaad waar ik ook meteen aan dacht. Ze lijkt eerst een beetje bedeesd of zo. Verlegen, maar gewoon een soort van. Uh, ja in overeenstemming met haar lot dat ze dus weg moet uh, en dat ze dan maar heb ik het idee een beetje genoegen meeneemt ik bedoel ze is wel heel boos maar dat laat ze ook niet echt merken heel heel hoe zeg je dat heel bedaard dus ja. ze zal niet snel uit de pan springen nee. nee precies maar ja weet je in Adelaide komt ze toch wel snel in aanraking met de familie Mercer en vooral de broers dat uh, zit alles op zijn kop die broers precies Andrew en and Drummond en die ja. proberen eigenlijk om en om op hun manier haar aandacht te trekken, want ja, ook al ziet ze dat zelf niet, ook weer een beetje in een overeenkomst met Sissies, is ze een hele knappe vrouw. Ja. En uh, allebei de broers zijn gek op haar. Misschien hebben ze daar verder ook niet heel veel anders te kiezen, dat weet ik niet. Maar. Het uh, is dus ineens een mooie jonge meid die in je huis komt. Miss McBride ja. wordt niet uh, onopgemerkt. Nee. En uh, eigenlijk raakt ze daardoor een beetje in de war, want uh, met Drummond is het één groot avontuur en een feest, en wordt ze voor het eerst dronken en draagt hij haar naar bed. En moet ze kotsen op de vloer. En met Andrew is het heel rustig, maar wel zeker. En ze is misschien meer um, ja, overtuigd van een, uh, van een toekomst met hem, waar ze op kan bouwen. Uh, want met Drummond weet je maar nooit wat er gaat gebeuren. Maar ze voelt zich wel heel, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, aangetrokken tot Drummond? Aangetrokken, gespannen, in goede zin, avontuurlijk of zo ja. met hem. Ja, precies. En dat vind ik wel een beetje, dat typeert denk een beetje dus even zus. Want in deel 1 had je volgens mij ook dat die Isabella niet ja. voor die uh, Laurent kies, maar voor die, uh, ik weet dat even klopt, zijn naam niet, ja. Gustav of zo. Ja. En, uh, <laughs> um, en dat had die Flora van, van Star, had ook weer een liefdesdrama. Dus ik dacht al, ik vind het best wel schrijnend om te lezen dat iemand zeg maar heel erg verliefd is op... op een bepaalde man dat je ook al van kilometers aan ziet komen... Van dat je denkt, wauw, dit is een aantrekkelijke, leuke man. Maar, maar daar maar toch ze... niet voor kiest. En nee, voor en dan toch niet... Gaat. Ja, omdat het natuurlijk in die tijd was het ook heel belangrijk... staats ja. en zekerheid en als ja. vrouw helemaal. Klopt, want had je eigenlijk zelf helemaal niks uh, om op te staan. Nee, dus dat is een hele andere tijd... maar dat ze ook En Andrew eigenlijk helemaal niet kent. En na een paar dagen wordt ze volgens mij... of nou niet na een paar dagen, maar ze hebben geen relatie... maar hij vraagt nee. gewoon ten huwelijk en Klopt. ze gaat ermee akkoord. En Drummond zegt nog tegen haar met oud en nieuw, geloof ik ergens... van ja. wacht op mij, ik ga weg, maar ik kom terug... En uh, Andrew vraagt haar ten huwelijk na een paardtochtje uh, tochtje te paard. En uh, ze denkt, uh, ja, dat moet ik dan maar doen. Ik ga ervoor. Volgens mij gaat ze nog advies vragen bij haar tante... of ja. de, de kennis uh, met wie ze dan meeging. En uh... klopt. Ja, die zegt wel van je moet het zelf weten. Maar uh, wie had nou gedacht dat jij nog twee mannen achter je aan zou krijgen? Ja, dat beslaat eigenlijk al het hele eerste deel van haar verhaal. Dat ze dus uiteindelijk met Andrew trouwt. En dat wordt best wel uitvoerig beschreven en dan springen ja. ze weer terug naar Sissy. Precies. En, en uiteindelijk gaan ze dus ook naar 1912 weer. En dat vond ik wel leuk, want vaak zitten er dus, of ja, vaak altijd in de zeven zussenboeken zitten wel waar gebeurde historische elementen. En ik was ook benieuwd hoe zat het met Kitty Mercer Kitty McBride. Uh, maar het schijnt dus dat die zelf niet per se bestaan heeft... maar dat ze wel geïnspireerd is op die uh, Australische uh, pioniersvrouwen... die best wel in de ruige outback, in best wel ja, uh, heftige tijden... toch dat helemaal zich ja, hun plek hebben gepakt. Ja. En, en dat is met Kitty ook wel gebeurd. Um, en ze heeft zich ook echt ja, wel ontwikkeld. Zeker ja, toen ze volwassen werd. Want ze moest op een gegeven moment uh, ja, een aantal beslissingen nemen... En uh, het heft in eigen hand nemen en, en uh, heel veel mannen, werknemers aansturen, de baas zijn, zeg maar. Omdat Van de parel. Uh, precies. Omdat toch? er geen andere keuze was. Dus dat vind ik ook wel heel knap. En volgens mij typeert dat ook wel een beetje wat zij probeert te bewerkstelligen in haar boeken. Dat je toch wel leest over sterke vrouwen die iets ja. uh, bereiken. En, uh, een verschil kunnen maken en dat dat in die tijd zeker heel um, bijzonder is. Nou, Kitty is zeker heel sterk, want ze maakte een paar keer in het boek best wel heftige beslissingen zo, dus voor Andrew en op een gegeven moment later in het verhaal ook zeker, waar ik het zo ook nog wel heel veel met je over wil hebben, wat jij er nou van vond van die bizarre wending. Um, maar uh, die parel, um, dat is dus echt wel, dat is dus echt uh, in Broome, dat is dus zo'n stadje in Australië aan de noordwestkust volgens mij. En dat heeft echt wel 60 jaar lang is dat dus het centrum geweest voor de parelvisserij en de parelhandel. Zo ongelooflijk. Want wat je al zei, het is inderdaad een zandkorrel in een uh, oesterschelp. En wat ik dus helemaal niet wist, ik wist er echt helemaal niks van. Ik kom niet hoor. Nee, hè, dat, ik, ik dacht nou ja, een parel. Maar dat, dat vind ik dus wel heel leuk. Um, dat schijnt dus een zandkorrel of een, een, een stukje afgebroken schelp. Dat komt dan in zo'n oester. Ja, schelp terecht, als ik het zo kan noemen. Ja, dat irriteert dat beestje. Die gaat ja. daar iets mee doen. Een soort van laagje omheen creëren. Om het daar ja. een beetje weg te poetsen. En dat heet dus parelmoer. Precies. Super grappig. En dan krijg je dus uiteindelijk een bolletje met een laagje eromheen. Ja. En dat vormt de parel. En dat vormt dus de, de parel. En nou ja het schijnt dus echt dat, dat Broome gewoon best wel een, een prima stadje was. Maar dat op een gegeven moment daar dus de kolonisten kwamen. En dat toen dus de. Nou ja, dat, dat waren denk ik dan de. Aboriginals of dat noemen ze ook de Jawori, geloof ik, dat die gewoon zo naar nou, mens behandeld zijn en dat wordt ook in dit boek best wel beschreven: gewoon geketend en ja, eigenlijk bijna gewoon slaven. Het is verschrikkelijk. En dat in 1860 dat nou ja, toen hadden ze natuurlijk ja, hadden ze helemaal geen duikpakken of apparatuur dat gewoon vooral vrouwen naar die parels ja, die oesters moesten duiken, want op een gegeven moment was die hele kust was legeroofd zeg maar. En er werd gezegd, vrouwen, nou, die hebben een goede oogsterkte, zogenaamd, en die kunnen in één adem 13 meter diep duiken. Maar dat is niet normaal, dat kun je niet voorstellen. Nee, ik kan, ik kan het me niet voorstellen, dat nee. ze gewoon naakt zo diep moesten duiken om ja. dus die, uh, die parelvis te vissen, of die, die parels op te vissen, zeg maar. En dat de parelmeester, die profiteerde dan van, die werden hartstikke rijk. Ja. En die parelduikers, ja. Die kregen helemaal niks. nee. En dat werd later wel wat beter met, met duikpakken en zo. Um, maar dat, dat, die dat heeft is dus nog, nog echt wel een tijdje geduurd. Want ja. uh, waar, waar wij dan nu zijn met Kitty, dat speelde. Ja, ook wel weer wat later. Ja, dertig jaar later al Precies. wel, denk ik. Dus, dus toen is er wel heel veel veranderd. Maar dat heeft dus dan, denk ik, nog echt wel een tijdje geduurd. Die, die barre omstandigheden. Nou, zeker. En ook hoe je merkt dat Kitty is heel erg... Ook vanuit haar geloof, denk ik, maar gewoon dat zij heel erg is... Iedereen is gelijk, medemensen, wil ze graag helpen. En dat haar man Andrew dus zo neerkijkt op... Nou ja, de Aboriginals dus blijkbaar. Dus op mensen met een uh, andere huidskleur. Dat hij ja. die zo onterecht behandelt. Want dat moeten ze eigenlijk ook wel even melden. Ja. Als zij getrouwd is, dan uh, ontfermt ze zich op een gegeven moment over een. Ja, hoe, hoe zullen we het noemen? Over een vrouw. Um... Die is volgens mij erg op de weg achtergelaten? Of helemaal, die is ook in verwachting? Precies, maar uh, zij is toch ook uh, Aboriginal? Ja, of, ja volgens ja, mij precies. wel. Zij is dan Yawuri, ja, heet ja. dat geloof ik. Ik, weet, ik, weet, ik dacht, ik weet ja. even niet hoe ik haar nu uh, ja, recht... Um, is ja, is toch? Ja, precies, Kamira. Ja. Maar zij is zwanger geraakt van iemand die geen Aboriginal was. Ja. Is geen Aboriginal was. Ja. Dat is ook weer een heel ding. Precies. Van een, dat, een Japanse man, dat, man of Precies, zo? dat kon niet in die tijd. Inderdaad, een, een Japanse man... Um, maar Sissy, uh, of Sissy uh, Kitty zi ziet haar en ja. uh, die ontfermt zich over haar. En um, zij is op een gegeven moment zelf ook zwanger. En ze heeft zoiets van: weet je, een vrouw in nood is een vrouw in nood. En het maakt haar echt niet uit waar ze vandaan komt, wat voor kleur ze heeft. Dat vond ik zo'n mooi moment. Want het Zeker. was eigenlijk heel simpel. Want ze zei van: die, die vrouw, het was blijkbaar heel erg die cultuur van: je kan niet samen. Dus die zei ook: nee, je kan me niet meenemen. En ja. weet je wel, waarom doe je dit voor mij? Want die dacht. Dit is gewoon een valstrik. Ja, en ze wil iets van mij. Ja. Want uiteindelijk zijn alle witte vrouwen niet te vertrouwen. Zo, zo dacht ze echt. En Kitty zegt, ja, omdat je een mens bent. Ja. Ik neem je mee naar huis, omdat ik voor je wil zorgen. En gewoon uit de beste bedoelingen. En dat vond ik wel een heel mooi moment. En dat Zeker. die Andrew zo... Ja, ja dat is gewoon dat belachelijk. Doe je met het zwartje? Weet ja ik wat. dat soort opmerkingen dat je denkt dat dat staat in een boek hoor jongens dat ja dat kun je allemaal teruglezen en ja. dat zij ze ook zegt zo kun je ze heeft gewoon een naam ze heet Kamira en dat ja. zij dus wel zo sterk is om tegen haar man op te komen en te zeggen joh ik neem haar gewoon in huis eigenlijk begint het dan al wel vind ik haar dappere daden ja dat ik denk, en die Kamira is heel belangrijk voor het verhaal zeker en ze had ook gewoon door kunnen gaan op de uh, paardenkar om de ja. boodschapjes thuis precies. te brengen precies maar die Kamira heeft alles, alles veranderd en zeker. dat vind ik wel mooi dat dat er dan ook nog weer in in zit dat die cultuur dus ook nog meegenomen wordt. Ja, en ook grappig hoe dat Engels uh, wordt vertaald, zeg maar. Dat ja, ze, ze geentje... praat toch een andere taal, want ja, ze hebben precies. niet echt onderwijs denk ik gehad of niet, zoals nee. de, nou ja, de andere mensen. Dus dat is echt een hele aparte taal. En dan, dan zie je ook helemaal die Kamira zo voor je met haar schattige baby, die ze dan ja. gewoon. Op een dag loopt ze ook gewoon weg en dan komt ze terug met haar babytje met ja. hele mooie ogen. Ja. Maar wat had ze nou een beetje gouden ogen toch, of ja, met, met mandelpikels en zo. Ja. Uh, dat dat ze zijn ook schijnbaar ogen die een beetje Terugkeren in de familie. Oh ja, ja en die oogelen ook gewoon. Precies. Dus uh, ja, heel mooi. Maar wat. En, en dan ga, we gaan zo weer ook even naar Cishu. Mm. Maar wat ik wel um, een heftig moment vond. Nou ja, Kitty die kiest dus voor Andrew. Die krijgt ook een kindje, Charlie met hem en nou ja, Camira. En uh, die heeft dus ook een baby. Dus dat wordt wel een soort van familie. Alkina, toch? Alkina, ja. Maar ja ook kat. een mooi naam. Kat. Ze ja. wordt heel vaak kat genoemd. Ja. En Kitty wordt volgens mij ook soms kat genoemd door die Drummond. Ja, die zegt Kitty Kat. Kitty Kat. Ja. En nou ja, ze kiest Andrew, dus voor En uh, gaat een reisje maken op een gegeven moment. Ja, die is sowieso veel weg van huis met zijn drukke parel. En zij wil niet mee. Kitty wil niet mee. Die wil blijven. Ja, of uh, ze mocht niet mee, ik weet niet meer precies. Maar nee. in elk geval ze ging niet samen. Maar dan komt uh, Drummond weer in haar leven. Dan komt Durmond weer in de leven. En um, nou ja, ik dacht wel heftige gebeurtenissen. Ik moest echt een beetje weer denken aan deel 2 storm. Want daar ja. komt dus Theo, de vriend van Ellie, ook om in een storm. Ja. En uh, hier schijnt dus helaas echt zo te zijn dat in 1912 er echt een cycloon is geweest. die echt een schip de combana heeft doen zinken. En er gaan dus geruchten dat er toen een roseet of Roosje parel aan boord was. en dat die dus is meegezonken ah. met alle. Uh, bemanningsleden, maar ja. dat zijn geruchten... ...want misschien was hij helemaal niet aan boord... ...maar dat is dus echt gebeurd en er gaan dus ook al... ...jarenlang blijkbaar verhalen over die parel... ...die dus wel echt schijnt te hebben bestaan... ...dat, dat er dus een soort vloek op rust... ...dat elke eigenaar die hem bezit... ...dat die het met de dood moet bekopen... Oh, ...zeg maar. Ja, dat is wel een uh, ernstig uh, mysterie. Ja? Ernstig mysterie, dus die ja. vervloekte parel... ...die heeft ze echt laten terugkomen... ...en daarom vind ik het ook zo mooi dat het parel heet... ...want die komt ook in het heden weer terug... Voor Sisi. Uh, maar goed, ja, dat is echt een tragische gebeurtenis, helaas. Dus dat die, dat die boot zinkt. En dan, dan ga je volgens mij ook weer even terug naar Sisi, want dan is uh, Kitty ja, weduwe. En dan uh, gaat het verhaal even weer verder bij Sisi, toch? Ja, klopt. Maar ja, uiteindelijk speelt ze natuurlijk wel weer van alles. Maar ik denk dat we dat ook een beetje aan de lezer moeten laten. Ja, het die, is die aparte echt... wending, zeg maar, waar je het net over had. Dat, misschien dat, is dat wel leuk ja, om dat nog niet te leuk. verklappen. Maar er komt een wending, want eerst denk je... <laughs> oh, het is een tragisch verhaal, misschien ja. wat zoetsappig. En dan, nee, er, je wordt Toch op het verkeerde niet. been ja, gezet. Ja, precies. Dus, en dan ma maakt Kitty ook wel een, een, een schrijnende keuze. Dat ik denk, oh, waarom kies je niet ja. ook voor je geluk? Dat snap ik dus ook niet. Inderdaad, ze komt op een moment dat ze eigenlijk kan kiezen voor haar geluk. Ja. Of voor, uh, ja, eigenlijk de status die ze dan uh, verkrijgt. Of, 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 of de... de ja, ja, in het stadje. Ook, ook haar zoon, uh, die, die ze dit niet aan kan doen, vindt ze zelf. En eigenlijk gunt ze zichzelf daarmee ook... ja. Niet de liefde. Niet de liefde. En is ze gewoon heel heel veel jaren alleen. Ja. En dat eindigt ook alweer anders. Maar nee, dat vond ik wel... Dat, dat, dat is het dus vaak in de zeventjes. Dat ik denk, oh joh, kies gewoon voor die leuke vent. Kan jou het schelen. Maar ja, <laughs> dan heb je natuurlijk ook geen uh, mooi verhaal. Maar, nee, um, maar en inderdaad, die we, tijd gaan, we gaan ook weer terug naar Sissi. Die is ja. ondertussen ook uh, ja, op zoek naar haar, 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 haar voorouders. En ze komt eigenlijk steeds dichterbij uh, door die... Door die aanwijzingen, door die foto. Die kunstenaar. Op een gegeven moment wordt die... wordt ja. je, Ja. Uh, maar die andere man... Die heeft ook echt bestaan. Ja, precies. Grappig hè, Albert Namatjira. Ja, en dan denkt ze van nou, ah, maar dan heb ik misschien toch iets met kunst. Dan moet ik toch eens gaan onderzoeken hè, wat ik daarmee kan. En Chrissy helpt haar uiteindelijk daar ook bij. Ze kiest uiteindelijk voor om toch naar uh, Alice Springs af te reizen vanuit Broome. Ja. Never Never is dat never, toch? Never Never. Ja. En uh, ja, uh, dat gaat opeens allemaal wel in een vogelvlucht heb ik het idee. Klopt. En ook leuk dat je over het schilderen begint. Want dat is ook wel mooi in deze serie. Dat in elk boek een bepaalde kunstvorm toch best wel centraal staat. Want jij zei al stiekem in deel vijf volgens mij iets met dansen of flamenco dansen. Ja. En, en, en gewoon um... überhaupt Tiki die best wel spiritueel is aangelegd. Heel gevoelig. Ja. En dat schijnbaar ook heeft geërfd van haar voorouders. Precies. Um, maar inderdaad um, Maya muziek, die talent je, heeft, heeft met zalen met, met en schrijven. Ja, precies. Ellie met muziek. Uh, star met, uh, met woorden. Met schrijven en met schrijven. Woorden. Ja, klopt. Uh, Sissy uh, kan heel goed tekenen, schilderen, maar ja, moet zelf gewoon nog een beetje zoeken wat naar nou haar stroming. En ik vind het heel mooi dat uiteindelijk, ja, toch. Ze um, dus iemand... zit een beetje vast, hè? Inderdaad. Ja, maar dat, dan toch... Dat toch iemand van haar familie daar weer een beetje op weg helpt? Ja, want ze krijgt een bepaald omslagpunt. Ze zegt dan ook, ik voel iets tintelen in mijn vingers of ja, het komt door een uitzicht of zo. Dat ze ergens gaat bekijken onderweg oh ja, die uh, naar, naar inderdaad een gomboom. En dan zegt ze, Chrissy, stop eens. Ik uh, moet dit zien. Ik moet hier foto's van maken. Want ze fotografeert dus ook heel veel. En ja, uiteindelijk leuk. voelt ze iets dat ze lang niet meer gevoeld heeft. Ze merkt dat de vingers gaan tintelen. Dat ze een beetje wazig wordt en denkt, ik moet dit schilderen. Ik krijg zin om het te schilderen. En eigenlijk verrast het gevoel haar ook een beetje maar dan geeft ze er uiteindelijk toe aan toe en dan gaat ze voor het eerst een schetsje maken van een bepaald uh, schilderij of een of een uitzicht en op een bepaalde manier geschilderd, um, zodat ieder... Um ja van zelfsprekendheid toch ook weer een andere lading krijgt als je er beter naar kijkt dus je snapt, ja heel knap en, en zij is weer zo kritisch op haar schilderij ja. terwijl Chrissy zegt joh hier kan je gewoon heel veel geld mee verdienen het is hartstikke mooi wat je hebt gemaakt precies en die probeert het ook uh, te verkopen aan een galerie en uh, ja. nou dat uh, ontaart ook nog een beetje in een soort van ruzie omdat ja, dat klopt. Sissy toch een beetje gehecht was geraakt aan de schilderij. Dan en, komt er uh, even haar wat baasgeaard naar boven. Ja, en dat ze eigenlijk uh, Chrissy dan niet vertrouwt En dat ze toch het beste wil voor Sissy. Ja. Um, maar ja, nou, dan gaat het allemaal best wel snel. Want uiteindelijk moet, ontmoet ze toch uh, een familielid. Ik weet niet in hoeverre. Die nog over dat, uh, is, gelukkig. Ja. maar. Ja. En die is, was toch ook wel echt naar haar op zoek. En hij zei al: van als jij niet was gekomen, dan was ik wel naar jou gekomen. Nou, en die. Drummond. Ik zal niet te veel verklappen, maar die heeft ook nog een belangrijke rol in het verleden van Sissy in haar familie. En hij doet best wel een belangrijke vondst op een van zijn tochten. Zeker, en daardoor zorgt hij ervoor dat die familie weer een beetje bij elkaar komt. En uh... dat vind ik wel heel goed aan dit verhaal: dat ja. er best wel wat bepaalde dingen die ik niet had verwacht zeg maar op elkaar de, ja aansluiten bijvoorbeeld dat die dat ja Mr D heet hij dan maar dat die het precies op de juiste plek is ja en en dat nou ja dat liefdesgeluk van Kitty anders loopt en dat dat Sissy dus ook nog die verhaallijn heeft met Chrissy want ze is dus ook een beetje zich aan het ontplooien ja. op liefdesgebied precies en zijn dat nou opvallend op? of is dit nou gewoon een beetje een bevlieging maar is nee vriendschap, ze vindt het toch wel heel iets? leuk ja en daar staat ze ook alweer voor open. En dat maakt haar ook ja. alweer in de war. En ik vind het wel iemand heel kwetsbaar en sympathiek maken... als je zo over jezelf nadenkt. En zij is ook heel eerlijk, volgens ja. mij. Ja, heel recht voor zijn raap. Zij zou nooit ook uh, zo met iemand optrekken als ze niet oprecht was. Nee. En ik vind het ook heel mooi dat ze dus uiteindelijk... ja, dat kunnen we dan wel zeggen, haar grootvader ja. ontmoet. Ja. Maar dat die uh, dus op een afgelegen plekje ergens... Uh, in het niemandsland in Australië... haar weer een beetje... Ja, haar talent leert omarmen. En vertrouwen ja. te krijgen in wat ze kan. En dat ze dus heel goed kan schilderen. En het gevoel weer een beetje te krijgen. in haar vingers en in, in wat ze doet, en dat dat goed is. En dan laat ze zich daar ook helemaal in. En ze gaat gewoon een aantal dagen, volgens mij, een week lang of langer. Um, alleen maar schilderen en um, die grootvader laat haar ook gewoon met rust. Uh, die is er op de, op de momenten dat ze hem nodig heeft, maar laat haar ook heel erg een beetje zoeken naar wat ze dan wil schilderen en hoe ze dat wil doen. Uh, dat vind ik ook wel heel Hij mooi. Hij stimuleert haar echt heel erg. Ja, en ik vind wat, de ontmoeting ja. tussen hen ook wel uh, heel mooi om te lezen. Dat ze heel mooi elkaar zien. Zo'n emotioneel dat ja. ze helemaal, dat ze gewoon weten, ja, jij bent. Dus ze herkennen elkaar ja. gewoon. Zij heeft natuurlijk ook een foto. Ja. En um, dat is ook wel, zeg maar. Uh, je leest ook nog best wel uitgebreid die verhaallijn uit het, uit het verleden is best wel uitgebreid. Want je leest ook nog over Charlie, de zoon van Kitty. En je leest dan ook weer over volgens mij. de relatie tussen hem en de dochter van Amira. Precies. En je leest dan ook weer Francis Abraham is dan haar grootvader. Hoe die dan weer zijn vrouw heeft ontmoet, Sarah. Ja. Dat lees je dan ook weer. Dus dat is allemaal echt waard om te lezen. Ja, via Kitty. Ja, want die gaat nog eens een keer een reisje maken en die ontmoet uh, toevallig uh, Sarah. En uh, nou ja, weer een hele verhaallijn. Dat ja. moet je lekker allemaal gaan lezen. echt. Er gebeurt heel veel. En dat vond ik Goed. ook wel weer die zij zitten op een boot en daar zitten allemaal weeskinderen op ja. die gewoon worden verscheept naar Australië. Omdat ze dan misschien daar uh, ja, betere kansen hebben om ja. uh, weer doorverkocht te worden of geadopteerd zo door iemand. Zo bizar dus en dat denkt, was echt in 1950 dan? of zo, ik weet niet meer precies, maar dat was echt... Na de oorlog volgens ja, mij. Na ja, na de oorlog, dus dat is echt niet heel lang geleden. Nee. En... Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dat heb ik met de zeven zussen. Omdat Sissy dus op zoek is naar haar afkomst, zit ik constant bij iedereen te denken... Zou ze van die afstammen? Zou ze ja, van die afstammen? Weet klopt. je wel. Ja, dat had ik ook. Maar bij die grootvader, dat vond ik wel heel mooi hoor. Om dat ja. een beetje te lezen. En toen dacht ik wel van... oh ja, maar wat is er dan met haar, met haar ouders gebeurd? Ja. Nou, ja. Dat, dat lees je dan ook nog inderdaad. Maar dat hij, de Francis dus ook heel gelukkig was met Sarah. En dat hij echt een beetje ja, vol liefde terugdenkt aan zijn vrouw. En uh, dat hij ook zei van ik wilde niet, uh, ik, ik, ik wilde mijn belofte aan haar nakomen en uh, zoeken waar je was. Ja, super mooi. Echt, dat is een gegarandeerde uh, kippenvel. Ook. Zeker. En um, Sissy heeft dan ook gewoon echt het gevoel. Dat vind ik het mooi, omdat zij dus best wel soms misschien wat Noors kan, uh, kan zijn. Maar dat is ook omdat ze zich misschien gewoon niet helemaal thuis voelt. En hier voelt zij zich gewoon thuis. Wat je al zegt, ze kan goed tegen heet weer. Ze ja. slaapt graag buiten. Ze is van de schilderkunst en. Die sterren, de zeven zussen, schijnen ook nog eens hmm. heel helder. In, ja. in Alice Springs. In Never is heel Never. mooi. En ze, is, ze komt eigenlijk helemaal tot rust. Ze voelt zich echt thuis. En de, denk dat gevoel wordt vind ik ook heel mooi beschreven. Dat ze echt denkt: van oh, maar dit is dus mijn plek. Hier hoor ik thuis. Dat, dat vind ik wel heel knap. En um, gelukkig met Star, dat ze dat dus ook alweer een beetje gaat. Herpak, want dat was nog wel even een pijnpuntje. Vond ik. Denk, oeh ja, ze gaat natuurlijk terug naar huis. Hoe gaat het allemaal met Star? Want die heeft haar eigen leven. En die mouse, nou het zou vast een leuke vent zijn, maar die trekt Star een beetje weg. Bij Sissy op het afscheid dat ik dacht, ah, Sissy is helemaal alleen. Wat is het nou weer voor iets raars? Dat vond ik ook een beetje gek. Ik denk, nou wat is dit nou? Ik dacht dat het een leuke gozer was. En denk, kom op, je zus gaat ze voor het leven. Want nou ja, dat kunnen we dan ook wel zeggen. Dat ze er voor kiest om terug te gaan en met Chrissy en naar. Grootvader, um, ja, ja ook met is heel leuk, heel leuk, zeker. Heel, dat gun je Susie echt. Ja. Absoluut, heel uh, blij en vrolijk einde. Wat je zegt, je hebt er echt in je hart gesloten, ja, gewoon Sushi. Zeker, nee, ik gun haar het best. Ja, <laughs> ja, toch wel, hè? Ja. hoe je aan een boek kan beginnen en dat je dan denkt van, ja, zeker. en ja. ook wel weer heel leuk dat of storytel zijn natuurlijk storytel fans mm -hmm. dat dit allemaal andere voorlezers zijn. Dit ja. was dan weer. Peggy Vrijens, geloof Klopt. ik, actrice. Ook. Ik vond dat echt wel, ja, dat vond ik echt leuk dat zij ik de vond de haar zo goed bij Sissy passen. Ik ook, ja. Ik vond haar heel vrolijk of zo. Ja, een beetje maar... een stem, heel ja. mooie stem wel. Klopt. En gewoon, ja, ik uh, ook. ze las het op een hele leuke manier voor. Ik werd wel echt door haar nog extra uh, in het verhaal gezogen. Ja, dus ik, uh, dat is echt een meerwaarde van een boek luisteren. Absoluut. Ja. Dat vind ik ook echt. En want um, deel, ja, er gebeurt echt nog heel veel meer. Maar nou, um, ja, er zijn natuurlijk nog wel wat losse eindjes. Maar dat lost ze allemaal netjes op. Ze nou, gaat met Star ja, praten. Zeker. Uh, Star die uh, overtuigde haar dat ze iets met Ace moet doen. Die inmiddels in de bak zit. Omdat hij toch uh, hè, wat uh, zaakjes uh, verduisterd lijkt te hebben. Wat uiteindelijk allemaal niet klopt. Zit er ook nog in? Ja. Precies, dat gaat ze ook allemaal oplossen. En uh, ze zorgt ervoor dat uh, hè, de, de welbekende Linda, die toch wel wat meer voor hem had betekent dan alleen maar een collega. Dat die hem uiteindelijk gaat helpen. En daar zit ook weer iets in met de afkomst. En daar komt dus ook weer die Roosje-Parel naar voren. Ja, absoluut. absoluut. Dat, dat, dat komt daar inderdaad ook weer even in terug. En uiteindelijk belt ze dan Chrissy op. En die, die zegt dan af en toe toch nog: van ja, maar. Uh, Kom, kom je wel terug dan? En, ik uh, mis je. Precies. En, uh, die ja. is dan toch een beetje onzeker. Want die denkt, ja, misschien is het veel te leuk daar in dat Londen. Komt ze nooit meer terug. Maar ja. ook wel heel dapper dat ze dan het bes besluit neemt om terug Absoluut. te gaan naar Australië en daar te gaan wonen. En heel ver van haar zus te zijn. Ja. Maar heel dicht bij haar nieuwe familie. Dus dat dat, is wel, wel dat vond ik wel heel mooi. Want die zussen, ze zijn aan de ene kant heel hecht. Maar aan de andere kant, iedereen heeft ook best wel zijn eigen leven. En ze wonen ja. natuurlijk over de hele wereld. Is het ook een beetje de stijfheid van de Zwitserse opvoeding? Dat heb ja. ik soms een beetje. Precies. Want dan komt ook Ma. Marina komt dan bij haar langs. Ja. En dan je merkt wel dat ze een hele goede band hebben, maar het is toch een beetje. Hoe vond jij dat? Want er zit natuurlijk best wel wat. <güls> ja, Precies wat, wat je zegt. Het ja, is heel hè? liefdevol, maar ook net een beetje afstandelijk. Ja, en ook een beetje dat mysterieuze. Dat ja. zal in de volgende boeken nog wel meer komen. Over Paas. Zalt. Dat je denkt, ja, maar. Hoe kan hij precies, toen ik Sisi dan hè, in dat ziekenhuis ben geboren in Broem, hoe kan hij dan precies daar zijn en zo? Dat is en... heel eigenaardig. Dat is, uh, ja, en heeft hij ons niet. met een reden overal geadopteerd? was ja. het toeval. En... Ik weet niet of Sissy, volgens mij had zij dan... las je in boek drie op het einde haar hoofdstuk... dat ze toen in de, in de al van het vliegveld hem ergens ja. zag lopen. En Tiggy ook uiteindelijk in het einde ja. van deel vier... dat ze iets gebeurt en uh, dan ziet ze ook haar vader vond opeens. het wel gelijk een heftig stukje dat Zeker. ik dacht... zo, Tiggy, ik ga wel gelijk je boek... Uh, ja, 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 nee, dat is, uh, daar komt uh, veel oh -oh. in terug. Het is wel mooi, hoor. Ook met die hertenopvang lijkt me heel ja. leuk. Klopt. Nee, ja. ik vond het ook echt een mooi boek. Maar ik ben nu ook weer echt een beetje... Uh, in vervoering geraakt ook door jou, omdat jij het zo'n mooi boek vond. Grappig het, ja. Nee, ik, vind, ik vond het inderdaad ook echt een mooi boek om te lezen. Dus, uh... En ook leuk dat ze dan leest. Volgens mij is dat samen met Star in haar geboorteakte. Van hé, hey, je zou gewoon Pearl geheten hebben. Ja, klopt. Dat was ook wel heel grappig. En dat ze dan toch, ja, ik ben toch blij dat ik Sisi ben. Siliano Cilia, is het toch? Ja, ja, ja klopt. precies. Ja, nee, echt, uh, echt een aanrader. Dus en hierna deel 5. En um, ja, er zijn niet heel veel vragen nog. Het blijft denk ik allemaal tot aan. Het eind van deel 7 gist, naar die losse eindjes met pa, salt en de Zeven Zussen. En nou ja, deel 7 gaat dan over Europa denk ik. Of ja, niet? ik uh, ook na het lezen van deel 7 had ik heel veel vragen. Dus ik zou Oei. graag een antwo antwoord willen geven, maar <laughs> nee. Uh, het blijft allemaal super vaag en mysterieus. Wat spannend. Ja. Maar wat vond je, wat is je nou echt het meest bijgebleven van deel 4? Van deel 4. Goeie vraag. Nou, ik denk wel een paar dingen, maar ik zal niet te lang uh, uitweiden. Maar um, sowieso het karakter van Sissy. Ik zag haar gewoon heel erg voor me en niet in heel veel dingen, maar sommige dingen kan, kon ik me heel goed begrijpen hoe zij zich voelde. Gewoon dat ja. je twijfelt aan jezelf en dat je heel graag je, je draai wil vinden, maar dat gewoon niet helemaal lukt. Zeg dat maar. je echt herkende ook in haar, dat vind ik ook wel mooi dat je dat zei. Die bepaalde stukjes dat je... dus, dus Gewoon bepaalde je, situaties ja. dat ik dacht, oeh ja, dan reageerde ze een beetje onhandig uit onzekerheid. Dat ik denk, oh ja, maar ze bedoelt het helemaal niet zo, weet je nee. wel. Maar ook wel knap hoe, hoe zo'n schrijfster, zo'n personage dan zo geloofwaardig zo en zo levens echt. levens-echt ja. kan neerzetten. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Dat lukt niet iedereen, denk dat ik. Dat lukt niet iedereen. En ik vond ook de verhaallijn met Camilla en Kitty. Ja. Gewoon zeg maar. Ook De vriendschap. Die vriendschap. Ho hoewel ze uit twee verschillende werelden kwamen, ze zijn gewoon allebei mensen. En dat eigenlijk helemaal niet um, gewoon was in nee. die tijd. Maar dat ze gewoon heel vanzelfsprekend zei: Je bent een mens. Dus ik, uh, ik wil voor je zorgen. Ja. Dat, dat, dat soort stukken raakte me wel. Ja. Uh, best wel erg. En, uh, maar Camilla ja. neemt ook wel harde beslissingen op een gegeven ja, moment. Ja, die, die nee. gaat er ook. Uh, die, die is heel erg met status. En dat, dat vond ik soms wel lastig om te begrijpen. Van dat ze heel erg zeggen: nee, die wereld van witte mannen en, en mij. Ik uh, nee. als Aboriginal gaat niet samen. Ik nee. ga weg. En, maar ook aan het einde ja. Ja, zien ze elkaar toch weer terug. Als Camilla best wel oud en ook ziek is. En. Uh, ja. ja, dan vallen de jaren ook opeens weer weg of zo. Ik vind het ja, heel mooi. Dat is wel fijn dat dat, dat, dat allemaal wel een beetje Goed. een soort van happy ja. end is. Maar ja. Uh, ja, en toch wel heftig om te lezen. Je hebt het natuurlijk al vaker, maar dat, dat iemand dan wel jongens overleden als schrijver. En dat je nu haar boek leest. Dat je denkt, wauw, zij heeft zoveel nagelaten qua lees. Spullen, boeken, dat is zo ongelooflijk. Ze heeft zoveel rondgereisd en dat wij dat nu allemaal gewoon nog van kunnen genieten. Ja, ik vind het heel jammer dat ze ons niet nog uh, 30 jaar van mooie nieuwe verhalen ja. heeft kunnen geven. Maar wat er al is, daar kun je natuurlijk uh, extra van genieten en het herlezen. Want dat verdient het natuurlijk. Het is ook gewoon, weet je wel, zoveel mooie zinnen. Hoe ze ook het landschap beschrijft, komt echt tot leven, weet je wel. Die schitterende ja. stranden en die woesternij. Nou ja, klopt. Wat je zegt, het wo er wordt misschien een beetje dramatisch en simpel over gedacht. Maar ja. ik vind dat het echt geen recht doen. Soms is. Het, ik snap het, soms denk je: oh ja, dit ja. wordt even een liefde ja. Maar ja, goed, ja. Dat, dat vinden we stiekem dus ook best wel leuk. Zeker. En, en heel uh, veel mensen met ons vinden dat stiekem. Ja, best wel leuk. heel veel mensen. Omdat inderdaad. ze dus ook verschillende dingen met elkaar combineert. Het is niet alleen maar een zoetsappig... Um, liefdesverhaal waar je over leest. Maar er is zoveel meer. Er is echt heel veel meer. En ik denk dat wij het ook wel heel leuk vinden... als andere mensen die nu luisteren... en die hebben ook het boek gelezen. Misschien hebben zij nog wel... Dingetjes erin ontdekt. Of, of weet je wel, ook over de mythe. Of misschien uh, kunnen ze laten weten van wat hun favoriete boek is. Want ja, ik zeg ja. nu wel Parel, maar goed, ik heb er nog maar vier gelezen. En wij hebben zeker niet alles verklapt. Er is echt nog genoeg om uh, zelf te lezen. Ja, we, we hebben echt hele waar. stukken overgeslagen. Dus geniet er zeker van. Ja, als je het nog niet hebt gelezen, je kan het echt nog heerlijk lezen. Ja. Um, want ja, wat ik wat wel zei, er zitten bijna twee à drie boeken in qua verhaal. En um, ja, wil jij nog iets, even iets kwijt aan de luisteraars thuis? Of even nadenken uh, over het volgende boek? <laughs> nou, ik hoop al op een gouden vijfde, zevende zus. Af, Zeker, <laughs> laten we daar niet te lang mee wachten. Ik denk nee. misschien fijn voor in het nieuwe jaar. Ja, en ik heb heel veel begin. zin om dat boek weer te gaan lezen. Um, ik, denk, ik vond dit ook een, een heel mooi boek. Ik, ik denk wel dat, dat bijvoorbeeld Star net iets meer indruk op mij heeft gemaakt op een of andere manier. Dat ik misschien mm -hmm. net de verhaallijn iets mooier vond of zo. Maar het doet zeker geen afbreuk aan de rest uh, door deel 4 te lezen. Dus ik denk: nee, het is absoluut ook een heel mooi. Maar boek. toch je gevoel, met een bepaald boek ja. heb je gewoon dat je denkt. Ja, dit Klopt. raakt mij heel erg. En jij had het ja. dan misschien met schaduw, inderdaad. Ja, en ook wel met uh, Storm hoor. Dat ja, vind ik ook wow. heel mooi. Ook omdat het gewoon over muziek ging. Ik hou daarvan. Ik vond het ja. heel interessant om te lezen. En ik heb dat dus ook wel met deel 5. Dat doet me ook. Tiki, tiki raakt me ergens ook. Ik dus ben dat... heel benieuwd. En ook zeker naar het deel over elektronica ja wow ja dat is ook wel weer interessant daar kunnen we ook nog wel een aflevering aan wij misschien, misschien kunnen we ook wel één grote zeven zus want er is zoveel wat we nog niet besproken hebben dus ja, we voor alle we... missende delen ja. Of zeg je dat missende feitjes kunnen we nee. nog een extra afleveringen wel. Vaak, wie weet Precies. maar ja mochten jullie nog tips suggesties hebben voor een ander boek tot we deel 5 gaan doen altijd welkom ja heel heel leuk en uh, nou heel leuk als je ons even laat weten wat je van deze aflevering vond en wat jouw favoriete boek is en misschien nog andere Mooi boek van Lucinda Riley, hè, want die zijn ja. er ook, zeker. Ja, Vele we gaan graag. nog even door hoor. Na deel 8 uh, dus houden we nog ongelooflijk. Ze heeft echt veel geschreven, ook, ja. Klopt. Nou ja, Amman, hartstikke bedankt dat je er was. Heel gezellig. Graag gedaan. We gaan gauw weer achter de microfoon zitten, wat mij betreft. En uh, nou, voor iedereen thuis, hele fijne week. En dankjewel voor het luisteren. Tot heel snel!